PSV heeft de maatschappelijke activiteiten van de club ondergebracht in een nieuwe stichting. De PSV Foundation is daarmee minder afhankelijk van de koers van de club. Kartrekkers zijn voormalig Eindhovens burgemeester Rob van Gijzel, Bob van Oosterhout van Triple Double en algemeen directeur Toon Gerbrands. We hebben net de nieuwjaarsreceptie achter de rug. Wat zijn dan de goede voornemens? Nou ja, als je ziet, ik heb vanuit mijn kant nogal wat uitgelegd over wat er aan de ontwikkeling van deze club gaande is. Dus we hebben de PSV Foundation het licht laten zien. Dat betekent dus inderdaad dat wij een ambi-status krijgen en structureel de maatschappelijk project een plaats gaan geven. Maar we hebben volgens mij ook laten zien wat we met de promenades gaan doen in het stadion. Dus dat krijgt een facelift. En ook wat er met de hertgang staat te gebeuren. We hadden dat al aangekondigd. Maar ja, je zag nu de afbeeldingen van een prachtig gebouw volgens mij. En een prachtig mini-stadion wat er gaat komen. Dus daar gaat nogal wat gebeuren. Het zijn mooie plannen. Sportief staat er even iets minder voor dan gehoopt, denk ik. Dat klopt, want wij zijn altijd vrij duidelijk over doelstellingen. En wij wilden overwinteren in Europa. Dat is niet gelukt. En we zijn ook al uit de beker, wat ook niet de bedoeling was. Dus wij moeten nu in de inhaalrace op weg naar de derde landstitel. Ja, u zei straks, u bent in Engeland geweest, hè? Naar darts geweest. Wat heeft u daarvan geleerd? Nou, als je bij darts kijkt, dan zie je wat zij kunnen doen in de hele entertainmentwereld. Het is een combinatie tussen entertainment, sport, maar ook als je ziet wat zij met wifi doen, wat zij met wedden doen. In Nederland mag dat allemaal nog niet, maar het komt eraan. Ja, dan was het toch eens een keer heel interessant als je met een van die deskundigen daar praat. Hoe ze dat doen, hoe ze het organiseren en hoe ze daar ook een verdienmodel op hebben. En wat gaan wij concreet zien over een paar jaar hier bij PSV daarvan? Dat ik ga hetzelfde zien als wat nu bij alle Engelse clubs al is. Ik zie daar formulieren van ongeveer een halve meter waar je op ongeveer alles kan wedden. En dat is daar al gaande. Je kan op de doelpunten wedden, doelpuntenmakers, wie de tweede helft wint. Je kan het gek niet bedenken. Die formulieren liggen er al. En dat had ik al een keer gezien, maar dat komt in Nederland ook aan. En gaat u een hoop geld opleveren? Ja, dat gaat de branche betaald voetbal heel veel geld opleveren. Want er zijn een aantal bedrijven die graag aan clubs PSV geleerd willen worden. Maar ook de Eredivisie gaat daar van mee profiteren. Want die moeten beelden beschikbaar stellen. Moet ook voor betaald worden. Dus dat is nog een heel apart wereld weer.